Over shoppen en dan kan het eindelijk wat vaker en dan doe ik het ook zeker. Dus ik ben gisteren in Utrecht geweest met mijn vriendinnetje Cynthia en mijn moeder. En allereerst ging ik naar de Douglas, want ja, hey, beauty vlogger, hè, die kunnen natuurlijk niet zonder beauty. En in Utrecht hebben ze bij de Douglas niks, oftewel NYX, dus niet dat ze niks hebben, maar is dat het wel, NYX. Daar kocht ik twee producten van. Allereerst wilde ik deze al best wel lang. Zoals jullie weten, ik ben helemaal obsessed met NYX tutorials. Ze is mijn idool, gewoon echt mijn voorbeeld. En Nikki, you're the best. En die gebruikt regelmatig, of tenminste, ik heb haar vaak zien gebruiken, de NYX Powder Blush in de kleur taupe om te shapen. En ik was altijd zo benieuwd van een taupe kleur om te shapen. Why, weet je? En natuurlijk heb ik een hele mooie bronzer, maar ik dacht, weet je, ik ga het toch gewoon een keer proberen. Dus het ziet er zo uit, het doosje. Het is echt een beetje een taupe kleur. Ik snap niet hoe je hiermee kan shapen. Maar als het een hele kleur is zoals blush, kan die ook als wat als oogschaduw. Dus ik wil dat gewoon heel graag proberen. Hij ziet er zo uit. Ik zal even zwartje. Het is een erg leuk blokkerig patroon. Kijk, het is echt een beetje een schaduwkleur. Dus ik denk bij iets lichtere mensen, wat ze dus ook aangaf, is dit echt wel een hele mooie kleur. Dus dit is in ieder geval de blush dan. En natuurlijk kocht ik weer een lipproduct, want ja, hey, hallo, je zou geen Chemin eten als je geen oogschaduw lipgloss koopt. Ik kocht namelijk deze kleur van NYX, dit is de kleur Chaos, oftewel Chaos eigenlijk, nummer 511. Chaos. Het is echt een bloedrode kleur. En toen ik hem zeg maar gisteren kocht, wilde ik hem gelijk opdoen, maar ik had nog wat roze eronder. Toen ik zeg maar klaar was met Starbucks, deed ik hem op en zat nog wat roze op mijn lippen. Toen leek hij best wel roze, maar ik ga hem nu even opdoen, live. Dus kunnen jullie zien wat verkleurd is? Kun je gelijk even oordelen of het leuk vindt of niet. Maar ik waarschuw vast, het is een hele intense kleur. Dus niet schrikken. Tadaa, daar ben ik weer. Op de camera lijkt het trouwens heel erg oranje. Jeetje. Nee, het is echt een beetje meer een... of zo moet het nou? Het is echt een beetje... Nee. Ja, ik weet niet, op de camera lijkt het vaak oranje. Terwijl het echt een beetje bloedrood is. Hij lijkt steeds meer rood. Het was eerst een beetje rossig, maar het is echt wel een mooi donkerrode lipstick. Dus ik ben er heel erg blij mee, want dat wilde ik graag nog met je bloedrode kleur. Eigenlijk is hij nog niet bloedrood genoeg, want ik wil steeds heel graag een hele mooie, echt bloed, heel donker bloedrood lipstick. Die dus eigenlijk meer een bruin ondertoon heeft dan een roze, want deze komt alweer erg in de buurt van de kleuren die ik al heb. Maar hij is toch iets meer bloedrood. Dus heb je nog een goede tip voor me voor mooie bloedrood lipstick? Let me know, want dat vind ik echt prachtig altijd. En ik zal nu even de prijs opnoemen. Ik had trouwens nog een kortingskaart voor de Douglas voor 5 euro. Dus voor mij was het een stuk goedkoop en ik heb een Douglas kaart. Maar ging een behoorlijk wat korting vanaf. Want de blush is... Even kijken... De blush is 6,99 euro en de lipstick is 4,99 euro. En ik kwam samen hier op 5,78 euro. Voor twee producten. Hallo, super cheap. Dus ik ben hier erg benieuwd naar en jullie gaan er snel meer over horen. Dan was ik ook nog bij de Hunkemuller geweest, maar zoals menig YouTuber niet zijn ondergoed laat zien, ga ik met de menigte mee en doe ik het ook niet. Maar ja, ik kocht die op bij Haas, want dat was nodig. Maar even een tip voor jullie, er is momenteel best een goede korting bij de Hunkemuller. Ik kocht namelijk twee BH's in een tube-pack voor 7,50 euro. Dus ik ga niet laten zien welke het waren. Ja, het is al wel een beetje een tip. Maar... Het is in ieder geval best wel een goede deal, dus ik ga zeker even kijken. Ik weet niet tot hoe lang de acties nog duren, maar 7,50 euro voor 2 BH's. Dat is echt het cheapste dat ik ooit gehad heb, dus dikke aanrader. Ga naar Hunkemuller. Bij de Bijenkorf was het trouwens ook best wel veel uitverkoop. Alleen, ja, ik kom niet in zo'n kleine cupmaat, dus dat is wel een nadeel. Maar daar waren ook best wel veel leuke dingen, dus mocht je nog wat zoeken, dan zou ik dat aanraden. Dan ben ik nog bij twee winkels geweest. Allereerst bij de Sasha. En ik had tas verkeerd om bij de Sasha. Mijn favoriete schoenenwinkel. Ja, ik vond het zo leuk om naar de Sasha te gaan. Ze hebben leuke sieraden, ze hebben leuke schoenen. Mijn moeder ging er vroeger al zelfs naartoe. Het is echt zo leuk. Allereerst waren ze trouwens... Zo, de prijs ga ik zelf eens vergeten weer. €34,95. Het is namelijk zo... Oh, die staan... Ik zal laten zien waarom ik dus nieuwe flippers heb gekocht.
als jullie weten, heb ik alweer een half jaar geleden misschien slippertjes gekocht in Utrecht, ook bij de Sasha. Dat waren deze en roze en gouden. En die roze en gouden zaten een klein beetje strakker dan deze. Deze zaten echt heerlijk, dus ik heb heel veel aangehad. Maar laatst gebeurde er een ongelukje mee. Ik liep op straat en ik hoorde iets klappen, zeg maar. En deze schoen werd in één keer heel onstabiel. Toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Je kan het helemaal doorbuigen. En dan zal ik jullie even laten zien hoe dat komt. Hij is gewoon doormidden gebroken. En hier kan je natuurlijk niet op lopen zonder dat je heel erg scheef loopt en heel erg slecht op je voet is. Dus ik ga ze helaas weg moeten gooien. Rip. Maar ja, niet anders. Dus ik moest nieuwe slippers hebben. Nou is het heel erg lastig om voor mijn schoenen te kopen, aangezien ik maat 42 heb. En ja, niet iedere vrouw heeft zo'n groot voet als ik. Tenminste, de meeste hebben gewoon 38 en ik moet al 42 hebben. Het is niet anders, ik zal ze even dicht doen. Ze zijn gewoon heel simpel en helemaal niet zo heel erg super mooi. Maar met dit weer heeft iedereen al slippers. En meer dingen van de herfstcollectie en zo komen al binnen. Dus slippers zijn eigenlijk lastig te vinden. En qua uitverkoop betreft waren deze ook echt niet super cheap. Omdat, ja, weet je, alles wat goedkoop is, heeft kleine schoenmaat. Dus dit was weer wat duurder. Ik zal ze aan jullie laten zien trouwens. Dit zijn ze. Ja, ze zijn gewoon heel simpel, heel zwart. En ja, het zijn gewoon basic slippers. Maar ze zijn wel heel leuk. Ze lopen goed, stevige zolen. Dus deze gaan niet zo snel kapot, denk ik. Ik vond ze alleen wel iets duurder. €34,95. Maar ja, weet je, dan heb je wel goede slippers waar je even mee vooruit kan. En ik voel nu al dat de onderkant een stuk steviger is. En ik denk niet dat het zo snel breekt. Dus dat is mooi. Dit zijn mijn nieuwe slippers. Als laatste alweer. Ja, ik weet het. Ik heb echt niet veel gekocht. Ik heb ook helemaal geen kleding gekocht. Want ik was namelijk op zoek naar de kinkykappers in Utrecht. Omdat ik daar mijn cv graag wilde achterlaten. Want ik ga bij de kinkykappersstage lopen. Dus vandaar dat het ook even een zoektocht was. Dus ik heb niet super veel gekocht. Maar ja, wel gewoon leuke dingen. En bij de Douglas was ik ook echt een buiten voor de kop. Ik ben naar Mac geweest. Maar daar was ik natuurlijk in Maastricht ook al geweest. Dus ik denk, ja, even rustig aan. Dus toen ben ik ook nog bij de Invito geweest. Invito. En het staat niet op. Invito, zeker niet goedkoop, maar altijd leuk. En ook mijn nieuwe schooltas was kapot. Dus ik heb mijn slippers gesloopt, mijn schoolschoenen gesloopt en mijn tas gesloopt van school. Ik zal deze tas ook gelijk even laten zien. Dit is mijn schooltas, ook die heb ik ongeveer een jaar geleden gekocht. Allereerst is dit vak helemaal opengescheurd, de hele voering is los. Dus ja, je kan er zo met je handen in en je kan zo alles eruit halen. Dat is ook niet echt handig. Dan zijn deze dingen compleet afgebroken. Dit zat helemaal zo rondom en dit zit er allemaal zo helemaal af. En dat echt overal. En ja, het is helemaal uitgezakt. En nee, het is echt crap gewoon. Dus ik moest echt een nieuwe tas. Hij was trouwens heel erg leuk. Alleen, ik ging zomaar terug naar de winkel waar ik hem kocht. Maar ik vind het niet altijd nodig om... Ik vind het niet altijd nodig om... €80 aan een schooltas uit te geven, persoonlijk. Ik bedoel, ik ga nog maar een jaar naar school, als het goed is. Toen dacht ik, ja, ik hoef geen super dure leren tas. Dus wij gingen toch naar die winkel, alleen maar tassen boven de €100. Dat waren echt zoiets van, dat is mij echt te duur. Dus, toen dacht ik, ja, weet je, bij schoenenwinkels hebben ze ook wat leuke dingen. Bij de Sasha hadden ze een beetje kleine tassen. En ook best wel prijzig. En bij de Invito hadden ze deze tas. Het enige naast is dat het handvat een beetje klein is, dus hij kan wel zo. Wow. Hij kan wel zo, maar ik denk dat ik hem het beste gewoon zo kan dragen. Het is heel lastig om te laten zien overigens. Maar het is echt, er kan onwijs veel in en hij heeft een super leuk tegenprintje. Hij heeft ook nog een lang hengsel, dat zit hier. En ja, hij is gewoon een lekker groot model en hij was maar €40. En het is volgens mij ook... geen leer, tenminste hij ruikt wel naar leer, maar volgens mij is het niet echt leer. Dan heb je hier nog een zakje. Het enige nadeel, er zitten geen ritsen in. Dus alles zijn vakjes, maar zonder ritsen. Dus dat is wel een nadeel, want ik wil natuurlijk mijn kluissleutel altijd opbergen. En ja, maatverband, ja, iedere vrouw moet het opbergen, dus ik ook. Dus ik ga er misschien wel wat tasjes of zo in doen, dat ik het niet helemaal kwijt raak. Maar zo zie je, het is echt al flinke tas. Maar ja, ik heb boeken nodig die ik mee moet nemen en mijn lunch moet erin kunnen. Ja, hallo, beauty spullen. Het dus moet wel best wel veel in kunnen. En deze tas is eigenlijk perfect daarvoor. Dus dit is mijn nieuwe schooltas van de Invito. Die had hem ook in een beetje een leverkleur. Die was iets goedkoop, maar ik voel zwart toch ja, iets mooi. Ik heb zwarte kleding aan, ook zwarte schoenen.
En rood haar met een legergroene tas en zwarte kleding vind ik ook niet echt heel erg mooi. Dus dan was dit eigenlijk mijn shoplog van Utrecht. Ja, ik vind Utrecht wel gewoon heel erg leuk. Amsterdam blijft het leukste. Daar ga ik volgende week heen. Dat is de laatste shoplog sinds tijden, dat beloof ik. Alleen ga ik nog wel wat Mac shoppen volgende week. Nee, de week daarna. Want er komt de Mac Kelly Osbourne collectie uit. Woehoe! Can't wait. En nog, oh, die ondercollectie heb ik daar maar in een box of zo van Mac. Die ziet er ook echt super goed uit. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Volgende week is mijn laatste week vakantie. Het is vandaag zaterdag. Dus volgende week maandag moet ik weer beginnen. Zeg ik dat goed? Dus niet aanstaande maandag, maar de week erop. Dus dat is 4 augustus. Dan begin ik helaas weer op school. Ik vond het heerlijk, die weken vakantie. Soms mis ik het ook wel een beetje. Maar ja, ik heb wel echt goed uit kunnen rusten. Lekker veel kunnen doen naar Shark Academy. Dus, en lekker kunnen shoppen. Dat is altijd goed. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!